We staan hier voor het gebouw van de voormalige Rabobank. De Rabobank die hier in 2002 is gestart met zijn werkzaamheden en in 2017 daarmee is gestopt. Het staat al dus 5 jaar leeg en nu wordt er hard aan gewerkt om er een appartementencomplex van te maken hier midden in het centrum. Ik sta hier met Fons van Pul, de initiatiefnemer voor de verbouwing van de voormalige Rabobank hier. Fons, hoe ben je er zo gekomen om dit gebouw te kopen en er een appartementencomplex van te maken? Ja, dat klinkt raar, maar ik ben er per ongeluk aangekomen. En ik ging bij Erik Roosendaal op de koffie, vroeg hem wie nou dat ging ontwikkelen. En hij zei, nee, je kan het nog steeds kopen. Maar dan moet je wel een bieding uitbrengen. Dat heb ik gedaan. Een beetje aan de lage kant, moet ik eerlijk bekennen, als koopman. En hij heeft dat voor mij ingediend. En 2 weken later belt hij me op en zegt, heb je de voicemail niet gehoord? En ik zeg, nee, maar nee, je hebt de Rabobank gekocht, zei hij. Ik zeg, nou, dat is mooi, dan moet ik een plan van maken. En zo komen we eigenlijk per ongeluk aan het pand. Oké, Fons, welke mogelijkheden zag je met dit gebouw? Nou, in 2014, moet ik zeggen, is de dienstverlening op het pand geschrapt. En de bestemming veranderd in, op de eerste, tweede verdieping, in wonen. En op de begane grond in horeca en retail. Ja. Dus ja, en dan ga je indelen met een architect, wat kan je erin doen? Nou, en er konden 15 appartementen in, royale appartementen. En als dat klaar is, dan gaan we de begane grond invullen. Fons, ja, dit is oorspronkelijk een bankgebouw geweest, maar je wilt een appartementencomplex van maken. Waar loop je dan tegenaan als je met de verbouwing begint? Nou, wat een heel belangrijk punt was, dat is dat er een voorschrift is in de lokale verordeningen dat er een parkeergelegenheid bij moet zijn. En we zitten hier natuurlijk in een historisch stadje met weinig plaats voor parkeren. Dat wil dus zeggen dat in het pand parkeren, en onder hebben we technisch bekeken, is onmogelijk. Of je krijgt koplampen in de winkel te staan. En ja, samen met de gemeente heel lang gekeken, is er wat mogelijk. En ja, de gelegenheid bood zich om achter de snor te parkeren. Oké. En zijn er verder nog dingen binnen het gebouw waar je tegenaan liep? Nou, het pand is heel goed gebouwd. Heel erg dikke vloeren enzovoort. Dus je krijgt helemaal nieuwe afvoeren en alles is eigenlijk onderhaven aan nieuwe leidingen. Maar het karkas is wel prima. Dus je kan het wel prachtig verbouwen, laat ik zo zeggen. En hier aan de Marktplein wordt het dadelijk iets waar je met een prachtig uitzicht prettig zit. Gaat er aan de buitenkant van het gebouw nog veel veranderen? Wat er aan de buitenkant verandert is dat aan de Stadspleinkant komen balkons. Hè? En aan de achterkant, in de Kellerstraat, loggia's. En de welstand heeft dat goed bekeken. Maar het karakter van het gebouw wordt daardoor niet veranderd. Ja, we staan hier in een van de appartementen. Hoe gaan de appartementen eruit zien hier? Behoorlijk compleet, want ze krijgen een ultramoderne keuken met een koker. Ze krijgen vloerverwarming, airco zit erin. Je moet eigenlijk je eigen stoffering meebrengen in je meubels. En de formaten zijn vanaf 40 tot 120 vierkante meter. En wat we ook doen is dat we toch wel jong en oud gaan mixen of mengen in dit gebouw. En is er al een indicatie van hoe de prijzen zullen gaan liggen? Ja, de prijs ligt tussen de 700 en 1300 euro per appartement. Maar dat is dan ook al compleet met die keuken, met alle moderne apparatuur, met vloerverwarming, alles. Dus je moet gewoon je eigen stoffering meebrengen en dan kun je er meteen in. En voorts hebben ze nog extra ruimtes voor parkeren en voor fietsen en voor berging. En ja, het zijn royale appartementen geworden. Ja. Nou, je zei net al van 700. Hoe groot is het appartement van 700 en hoe groot is de grootste? De grootste is ongeveer 120 vierkante meter en de kleinste is ongeveer 40 vierkante meter. Maar je kunt heel goed alleen of met z'n tweeën of soms met een gezin, met 1, 2 kinderen, kun je erin wonen. En waar we naar streven is dat jong en oud gemixt in het pand gaan wonen. Oké, je had het net over bergingen. Waar komen die? Bergingen komen grotendeels in de kelder. Een enkeling heeft de berging naast een appartement. En dan hebben we een aparte fietsruimte en een aparte ruimte voor vuilafvoer. En alles is ook beveiligd. Dus als iemand aanbelt, kijk je eens even wie voor de deur staat. Dus het is gewoon een heel modern, gloednieuw gebouw en een gloednieuw appartement wat je gaat huren.
Ja, we hebben het net alleen over de appartementen gehad, maar op de benedenverdieping is ook nog ruimte. Wat gaat daar precies komen? Ja, benedenverdieping mag je niet wonen. Daar mogen alleen horeca en winkels. Bij de horeca denken wij aan een echt Italiaans restaurant. Dus dat je echt de risotto van een Italiaan kunt eten. En voorts denken we aan een hakkenbar. En dan is er nog heel veel ruimte over. Dat moet nog in de verhuur. Voor textiel of voor andere producten. Dus het wordt een welkome aanvulling voor het stadsplein. Oké, ja. En dan komt natuurlijk een belangrijke vraag ook nog. Wanneer denk je dat hier de eerste mensen kunnen intrekken? De eerste mensen kunnen op 1 september dit jaar intrekken. Dat gaat nu heel erg hard. Hè? De wanden zijn bijna klaar, de leidingen gaan erin. Dat doet firma Maatman bijvoorbeeld. Nou, dus 1 september of rondom die datum kunnen mensen erin. Ze kunnen zich via onze internetsite van Rodax Invest Duo aanmelden als geïnteresseerden. En dan krijg je een uitnodiging om te komen kijken. Gaat het ook nog gepaard de opening met een speciale ceremonie of met een feestelijkheid? En je brengt me wel op een idee, maar misschien moeten we wel een oud bankdirecteur vragen om hier het lint door te knippen. Ja. Ik heb er wel één op het oog. Oké. Jullie ook, denk ik. Ja.